NKL is een kennisplatform wat er uiteindelijk toe moet leiden dat er een positieve business case komt voor de publiek toegankelijke laadinfrastructuur, laadpaal. Die paal is nu nog te duur. Dat heeft onder andere te maken met wet en regelgeving en een heleboel partijen die opnieuw telkens moeten uitvinden hoe dit werkt. Aan het NKL doen heel veel verschillende partijen mee. Netbeheerders, energiebedrijven, automobielbedrijven. Het zijn vooral de sectororganisaties die meedoen, dus de brancheverenigingen, overheden die meedoen, kennisinstellingen, om samen te zorgen dat we elektrisch rijden mogelijk gaan maken in Nederland. Het doel van het NKL is dat de publieke laadinfrastructuur goedkoper en eenvoudiger uitgerold kan worden. Ja, het doel is een kennisplatform, dus kennis te delen en informatie te delen en kennis ook om elkaar beter te snappen en wie welke rol heeft in het nieuwe veld. Nou, het is goed dat het NKL er is, omdat het een nieuw onderwerp is, elektrisch vervoer, en dat partijen die daar een rol in hebben elkaar treffen en daar de kennis kunnen delen aan elkaar. Omdat dat een plek biedt waar heel veel partijen elkaar snel kunnen vinden, waarin alle partijen zich vertegenwoordigd kunnen voelen, om bottlenecks weg te nemen die er bestaan op dit moment in de markt, zodat we snel en effectief tot een goede publieke laadinfrastructuur kunnen komen in Nederland. Het NKL organiseert projecten, dus de deelnemers in het NKL kunnen hun vragen formuleren en met elkaar dien je een projectvoorstel in. Dat wordt beoordeeld, daar is een procedure voor afgesproken en dan wordt dat projectvoorstel wordt in de markt gezet en dan gaan we daar de kennis bij verzamelen en vervolgens weer ter beschikking stellen. Een project is bijvoorbeeld het ontsluiten van de kennis binnen de gemeente. Het kennisloket wordt dat genoemd. Daar worden de ervaringen die nu al zijn opgedaan verzameld en weer ontsloten, zodat de andere gemeenten die misschien nog niet echt beleid hebben op laadinfrastructuur hiervan kunnen profiteren en het voor hun eenvoudiger te maken. Nou ja, projecten moeten het vooral zijn die dat laden efficiënter maken en ook goedkoper voor degene die de palen plaatst, maar ook vooral voor de gebruiker, want we willen het elektrisch vervoer stimuleren. Ik wil eigenlijk iedereen vragen om mee te doen met het NKL. Kom met projecten, ga bij elkaar zitten. Ga je gezamenlijke problemen gezamenlijk inbrengen. Dus zoek partners, wij helpen je vanuit het NKL en gaan uw probleem oplossen. Wij kunnen met elkaar in dit land elektrische mobiliteit alleen maar organiseren als we ook alle kennis die we met elkaar hebben, alle voorstellen die we hebben, als we die verzamelen, delen en verspreiden. En daar hebben we dus alle partijen in het land die daarbij betrokken zijn, hebben we daar heel hard bij nodig. Dus als u opvattingen heeft, als u voorstellen heeft, als u vragen heeft, kom vooral naar het NKL, want dat is het platform waar die vragen beantwoord kunnen worden.